Leerlingen en leerkrachten van de Veritas School kunnen vanaf vandaag weer op hun oude plek aan de nu weergevonden weg onderwijs volgen. De school was vanwege een onhygiënische situatie op advies van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg voor enkele weken gesloten. De kinderen en leerkrachten waren ondergebracht bij de partijcentra van de ABOP en de BEP, het kerkgenootschap der Zevende Dags. Adventisten, onder wie de onderwijsinstelling valt, heeft vanmorgen een persconferentie belegd. De school was namelijk niet tevreden over bepaalde uitspraken die hieromtrent zijn gedaan. Edward Blakman, voorzitter van het kerkgenootschap, heeft enkele zaken rechtgetrokken. Er is ook een uitspraak geweest, en dat hebben we ook via de pers vernomen, dat er een algehele verwaarlozing was van de school. We willen aangeven dat we al een hele tijd bezig zijn met een stappenplan. De mensen die elke dag daar langs gaan op de neergevonden weg, die hebben ook gezien dat de school een verandering heeft doorstaan. We hebben het dak helemaal vernieuwd, de twee daken zijn helemaal vernieuwd. Dus we zijn bezig met een stappenplan. Als wij dit probleem eerder hadden ontdekt, dan waren we begonnen met onze afwatering, met de riolering en dat soort van zaken. Maar goed, het is ons gebeurd en we kijken natuurlijk naar onszelf. Het zou ons niet gebeurd moeten zijn, maar het is gebeurd. Maar we vinden het niet leuk als wordt gezegd dat er een totale verwaarlozing was, want dat is niet het geval geweest. Carla Emanuelson, voorzitter van de Adventist Development and Relief Agency, een hulporganisatie van het kerkgenootschap die inspringt bij rampen, vertelt wat er allemaal is gedaan om het probleem te verhelpen. De organisatie is op zoek gegaan naar donoren en u hoort ook schoolhoofd Petra Burgzorg, die aangeeft dat de leerkrachten er alles aan doen om de achterstand van de leerstof waar nodig in te lopen. Alle buizen zijn opgehaald, alle verstopte putten zijn ontstopt. De putten die opnieuw gemaakt moesten worden, zijn gemaakt. Achteraf bleek ook dat de hydrofoor veel te klein was om de toiletten door te spoelen. Dus we hebben een hele grote hydrofoor aangeschaft. En de waterleiding is geweest, heeft de durotanks helemaal schoongemaakt. De septic tank voorin hebben we ook laten leeggooien. En we hebben voor de bescherming metalen scheidingsmuren gemaakt, zodat de kinderen niet achter het schoolgebouw rennen waar er buizen zijn en waar de putten er zijn. Leerjaar 3, dat is dus de eerste klas. Daar is er helemaal geen achterstand, omdat die dames heel hard hun best hebben gedaan. De overige klassen, waaronder leerjaar 8, dat is dus de zesde klas, daar wordt er heel hard gewerkt eraan, dat dus de achterstand ingelopen wordt. Natuurlijk gaan we onze leerlingen niet overbelasten, maar op een deskundige manier gaan wij gewoon de leerstof overbrengen aan de kinderen. Maar de ouders hoeven zich daarover geen zorgen te maken. Er is een plan van aanpak dat al is ingeleverd door de overige leerjaren. En wij kijken goed ernaar en we doen het in samenwerking met onze met mevrouw Chirkoet, dat het windje op de juiste manier geschiet. Dus de ouders hoeven zich echt geen zorgen te maken. We letten erop dat de kinderen dus niet overbelast zullen zijn met leerstof. Petra Burgzorg, schoolhoofd van de Veritas School. En daarvoor Carla Emanuelson, voorzitter van de Adventist Development and Relief Agency. De school was vanwege een onhygiënische situatie op advies van het BOG enkele weken dicht en is vanaf vandaag weer open. Het kerkgenootschap der Zevende Dags Adventisten heeft tijdens een persconferentie vanmorgen enkele mededelingen hierover gedaan.